Ik ben Janno Lunenburg. En ik ben Jeroen Blom. Wij houden ons bezig met het toepassen van robotica in de zorg. Ik doe de opleiding werktuigbouwkunde. En binnen de opleiding werktuigbouwkunde heb je verschillende specialisaties. Ik heb gekozen voor Control Systems Technology. Ik richt me daarbij specifiek op robotica. Ik studeer de Industrial Design. Daar ben ik nog net van afgestudeerd. En bij Industrial Design gaat het er vooral om hoe je intelligente producten kan maken, interactieve producten in een societal context. Zodat het ook echt een doel heeft voor de mensen en dat mensen samen met de technologie hun doel kunnen bereiken. Op deze faculteit houden wij ons vooral bezig met het technische aspect van de robotica. Dus ik hou me zowel bezig met mechanisch ontwerp, elektrisch ontwerp als de software om de robot aan te kunnen sturen. Dus uiteindelijk moeten het technische aspect en het menselijke aspect steeds meer samenkomen om tot een goed eindproduct te resulteren. Een robot die mensen afschrikt zal nooit geaccepteerd worden binnen de zorgwereld. Binnen onze groep hebben wij Amigo ontwikkeld. Dat is de zorgrobot van de Technische Universiteit Eindhoven. Amigo staat voor Autonomous Made for Intelligent Operations. En hiermee doen wij onderzoek naar hoe we robotica kunnen gebruiken binnen huishoudomgevingen, binnen zorgomgevingen. Om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen of om zorgpersoneel te ondersteunen binnen zorgomgevingen. Een aantal taken die Amigo uit zou kunnen voeren was het halen van drankjes voor patiënten die slecht op been zijn. Het opruimen van een kamer zodat het zorgpersoneel dit niet hoeft te doen. Een patiënt begeleiden als deze ergens naartoe wil. Ik heb een prothese gemaakt die kan voelen. Uit een gevoel wat er eerst helemaal niet in zat, waarbij mensen echt op moesten letten wat de prothese deed, visueel opletten. En ik heb een systeem gemaakt waarbij je ook kan voelen wat er gebeurt. Nou, ik ben het project begonnen met John. John mist een deel van zijn onderarm en zijn hand. En we hebben echt de standaard hand gebruikt. Daar hebben we een extra laag overheen gemaakt met heel veel sensoren erin. We hebben in de koker hebben we heel veel actuatoren verwerkt, trailmotors in dit geval. En daaruit zijn we patronen gaan zoeken wat er goed werkt, wat voor data je wil gebruiken, wat voor output je wil geven aan de persoon en wat de persoon goed merkt. Op die manier is de technologie heel vrij om voor de mensen te werken, dat de mensen zelf eruit kunnen halen wat ze nuttig vinden, wat ze willen gebruiken. Ik denk dat de zorgrobots in de toekomst een steeds belangrijkere rol in het dagelijks leven van mensen in gaan nemen. Er zijn steeds meer mensen die zorg behoeven en tegelijkertijd zijn er steeds minder mensen om deze zorg te kunnen verschaffen. Robots kunnen daarin een steeds grotere rol gaan spelen door in het begin nog hele kleine, maar uiteindelijk steeds meer taken van het verplegend personeel over te kunnen gaan nemen. Dus we zien dat er nu al steeds meer toepassingen komen van robots die kleine taken uit kunnen voeren. Dus bijvoorbeeld de autonome stofzuigers, de autonome grasmaaiers. Als je kijkt in ziekenhuizen, een van de zwaarste taken die het verplegend personeel daaruit moet voeren is het goed leggen van mensen in bedden. En daarvoor zouden robots natuurlijk ook erg geschikt kunnen zijn. Nou, mensen hebben natuurlijk toch nog wel altijd het doembeeld van robots die de wereld overnemen, die de baas worden over de mensen. Maar ik denk dat het, als wij als ontwerpers een goede aanpak ervoor vinden, het samen met de mensen ontwikkelen en ze ook stap voor stap laten zien wat het nut van robots kunnen zijn, dat er dan heel veel deuren opengaan. Dat ze het zien als ondersteuning van de dokters, misschien van de menselijke hulp die ze krijgen. En dat je ook wel een relatie op kan bouwen met de robot. Uiteindelijk is Amigo ondertussen toch wel een beetje een vriend van me geworden.